Goedenavond, beste kijkers van STK-TV. Vandaag hebben wij dan eindelijk de gast waar u al zo lang op wacht. Ja, wel, beste mensen, vandaag is er dan eindelijk, Yvonne van Hertem. Dankjewel, John. Wat fijn dat ik in de STK studio mag zijn. Nou, Yvonne, wij vinden het ook fijn dat je er bent. Maar, Yvonne, vertel eens: wat is er nou precies waar? Van dat piemeltje van je zoontje? Ja, dat is een lang verhaal, John, en ik praat daar normaal alleen op Jets en op het pedoforum van Maat Eind over. Kom op, zeg, heel Nederland weet het ondertussen. Daar heb je ook wel weer gelijk in, John. Nou, zoals je overal op het internet kan lezen, heb ik inderdaad met het piemeltje van mijn zoontje gespeeld. Ah. Ik weet niet wat mij bezielde, John. Ik vond het zo'n schattig speelgoed, en Sander werd er zo lekker rustig van. Bah, Yvonne, ik vind dat verdomde sneu, als je je eigen kind misbruikt, dan ben je in mijn ogen een kansloze smeerlap. Ja, dat weet ik ook wel, maar ik kon gewoon niet van die tooi afblijven, en mijn zoontje was ook zo'n geile bink. Dat zal hij wel van zijn vader Paul Schaap georven hebben. Nou nou nou, Yvonne, je bent nog sneuier dan wij opdachten. Maar, Yvonne, je bent de laatste tijd nogal druk met rechtszaken verliezen. Hoe kan dat? Ja, John, die rechters zijn allemaal pedo's, en aangezien ik op pedo's jaag, zal het wel een complot zijn. Zo gevaarlijk ben je toch niet, Yvonne? In die zes jaren dat je pedo's jaagt, heb je er nog nooit een gevangen. Dat weten die rechters toch niet? Ze geloven werkelijk al mijn leugens, en dat is maar goed ook. Laat ze maar in die waan dat ik pedo's vang. Dus je geeft toe dat je een verrekte kansloze pedojaagster bent? Jazeker, ik ben zo kansloos. Dat willen jullie helemaal niet weten. Ik ben eigenlijk gewoon een arme stumpert. Ja, dat is algemeen bekend dat je een stumpertje bent. Alleen stumpertjes misbruiken hun eigen kinderen. Maar vertel eens Yvonne, wanneer ga je je gevangenisdraf uitzitten? Nou John, ik heb zeer goede banden met de koningin, dus ze zal mij wel gratie verlenen. Zoals je weet heb ik ooit een bedankbrief van Bea gekregen. Maar zo bescheiden als ik ben, gooi ik zoiets niet online. Ja Vonnie, wat ben je toch een lekker bescheiden mens toch? Maar wijfie, ik kan je lijflucht niet meer verdragen. Dus ik maak een einde aan deze uitzending. Dit was het weer mensen. Tot de volgende STK TV.